Met PowerPoint Recorder kan je het verhaal bij je presentatie opnemen. Deze functionaliteit is beschikbaar bij Office 365 of bij PowerPoint versie 2019 of hoger. Om de functionaliteit in te schakelen, klik je op Bestand, Opties, Lint aanpassen en vervolgens plaats je een vinkje bij Opnemen. Je zal merken dat het tabblad Opnemen Meteen beschikbaar wordt. Het kan ook zijn dat het bij jou al beschikbaar staat, dan hoef je deze stap niet te doen. Ik klik op opnemen en ik klik op diavoorstelling opnemen. Bij de instellingen rechts bovenaan bepaal je welke microfoon je wenst te gebruiken en welke camera je wenst te gebruiken. Hier onderaan kan je bepalen of je de webcam al dan niet wenst op te nemen. Ik schakel hem even uit. Hier zie je ook pennen en kleuren die je kan gebruiken tijdens je verhaal om aantekeningen te gaan maken. Dus, dit zou je ook perfect kunnen inzetten op een lege dia. Eh, zeker als je gebruik maakt van een laptop met een touchscreen. Ik blader even naar de dia waar ik mijn verhaal van wens op te nemen. Dus merk op, je kan je verhaal dia per dia opnemen en eventueel de opname wijzigen dia per dia. Stel dat je gebruik maakt van notities, kan je die ook weergeven op het moment je je dia aan het opnemen bent. Effecten die je op een dia gebruikt, zullen ook effect hebben tijdens je opname. Ik klik op opnemen om te starten. Voilà, nu kan ik mijn verhaal starten. Ik kan ik dingen aanduiden. Dat kan ik perfect ook doen tijdens mijn verhaal. Ik ga de pen weer even uitzetten. Als ik nu gewoon klik, dan zal het effect van mijn animatie zichtbaar zijn. Tweede topic. Ik kan meteen ook doorklikken om verder op te nemen op een volgende dia. Ik kan ook beslissen om hier al te stoppen. En dan zal hij de opname, in dit geval enkel een audio-opname, bewaren bij deze dia. Om deze weergave te verlaten, klik ik gewoon op Escape. En dan kom ik meteen terug in mijn presentatie terecht. En hier zie ik aan dit symbool dat er ook een opname is bij deze dia. Je ziet ook lijnen staan omdat ik dingen aangeduid heb. Als je de presentatie afspeelt, zal het verhaal zo weergegeven worden zoals jij het hebt opgenomen. Eens je het verhaal bij de hele presentatie hebt opgenomen, dan kan je het resultaat exporteren naar een videobestand.